Leuk dat je kijkt naar deze video. Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Vandaag hebben wij een springkliniek bij Bianca Schoenmakers. En Blondie, heb jij er zin in? Vandaag praat ze niet. Heb je zin in? Volgens mij wel. Oeh. Ja, dat is lekker, hè? Lekker. Goed zo, braaf. Goed zo. Zo, juist. Braaf. Goed zo. Oh my. Juist. Niet mijn gezicht likken. Oké, jongens, we moeten hier snel weggaan, want Blondie kan nogal hard hinneken en dat... En mijn oortjes vinden dat niet zo fijn. Hey, Blondje! Zo. Nou, nee, dat vind ik zielig. Zo. Ga ik er even bij zitten. Sorry, jongens. Blondie hinnik eenmaal nog hard. Oh, wacht. Ik ga er haar even haar hooi geven. Iets makkelijk, meid. Ik zal jullie vertellen. Ik ga nogal vies worden. Oké, wat denken jullie dat er gaat gebeuren? Wacht even hoor. Bij de les van Bianca Schoenmaker. Denk je dat het heel goed gaat? Denk je dat het heel slecht gaat? Of denk je dat ik er afval? Ik moet heel veel op zoek naar jullie pluisje. Eén moment. Blondie wordt rustig van eten volgens mij. Ik heb er nu altijd in mijn hinneken. Wat doen jullie als jullie je vervelen? Laat het hier weten in de comments. Want ik ben echt wel heel erg benieuwd. Ik ga meestal mijn telefoon zetten. Deze. Of ik ga met mijn Apple Watch spelen. Of ik ga tv kijken. Of Netflix. Of Disney Plus. En ik ga naar buiten kijken. Zo, we zijn op de boer, ontoer, onderweg. Oh, wat doe ik daar nou? Ik had een schilfertje. Ja, we zijn er bijna. Nog een klein stukje. En dan zijn we er in de kliniek. Nee, ik heb nog een stukje voor Bianca gefilmd. Dat er een hele lange rij stond voor haar. Moet ik jullie ook iets vertellen? De laatste keer dat we Bianca hebben gezien, is ze iets vergeten. Dus ga ik vandaag... Ga ik dat als cadeautje aan haar geven. Alleen we zijn de strikjes vergeten. Of heb ik hier nog strikjes? Ik heb hier geen strikjes meer. Mama, heb jij nog strikjes? Oeh. Gaan we die om het hoesje heen doen. Zo. Deze. Tada! Nou jongens, laat hier beneden in de reacties weten of jullie... wat jullie denken dat Bianca van haar cadeautje gaat vinden. We are gefinished. Oh, ik kan in één keer omdraaien. Yay. Mama kan in één keer omdraaien. Wat zeg je daarvan? Yay! Yay. Ik ben zo blij, want soms staat het hier gewoon helemaal vol met trailers en caravans en auto's en weet ik veel wat allemaal. En dan kan het maar weer zien hoe ik het voor elkaar krijg. Maar nu kan ik gewoon zo. Tessa. Ja, weet ik ongeveer hoe ver je bent? Jij, Tessa? Ik heb laatst eens voor mijn controle gewerkt. Ja? Het is nu gewoon samen met de leren springen in plaats van alleen zijn. Ja, doe maar eens een beetje losrijden. De les gaat vrij intensief zijn, dus neem even ook je stapmomenten tussendoor. Want als je een uur echt aan het rijden bent, dan gaan ze moe zijn. En jullie zelf ook. Dus ik zag dat jullie al aan het draven waren. Dus ja, vergeet tussendoor niet te gaan stappen. Ja? Goed, begin maar. Nou, ja, jouw cadeautje voor jou. Ja. Het is eigenlijk al voor jou. Voor mij. Maar? Alsjeblieft. Ja, natuurlijk. Wat een fantastisch cadeau. Ja. Ja. Nou. Ik zag hem liggen. Ja, maar uniek ook gewoon. Ja, top. Ja.
Die heb ik ooit eentje gehad. Ja, heb ik ooit eentje gehad, ben ik kwijt geweest. Ja, ja. Niet. Is Tessa nou zichzelf aan het bekijken of wat? Goed, Tess. Die van jou ook. Laat hem eens actief draven en probeer eens het contact met de mond. Probeer die wat stil gelijk te houden. Dat je teugels eigenlijk niet te veel in een boog komen. Je moet natuurlijk niet gaan trekken. Maar je moet als het ware, kom eens even hier, dan praten we makkelijker. Dus even halt houden. Doordat je nou heel veel je teugels in een boog hebt. Kijk, dan krijg je, laat los. En dan krijg je heel de tijd dat eigenlijk dat bit heel de tijd zo hierdoor een beetje onrustig in zijn mond ligt. Dus jij moet eigenlijk gewoon zorgen dat het contact heel licht is, maar dat die wel stil is. Dus dat de teugels, hè, dat die eigenlijk altijd een rechte lijn is. Je moet het eigenlijk zo zien, jouw armen zijn elastieken en die zorgen dat dit en jouw lichaam, hè, dat daar eigenlijk die verbinding erin blijft. Dus doet hij dat, beweeg je mee. Doet hij dat, beweeg je ook mee. Ja. Ja? Maar en als hij dat doet, dan krijg je iets meer druk. En als hij dat doet, heb je iets minder druk. Maar wel een stille verbinding houden. Ja? Probeer dan maar eens. De handen naast elkaar houden, naast elkaar voor je. En ook weer hetzelfde, mooi actief houden. Maar die handen inderdaad voor je houden. En doe maar eens iets actiever laten draven. Iets actiever naar je hand toe rijden. Is dat Mary, Blondie? Ja. Zo, inderdaad, de handen mooi voor je houden. Contact houden met die buitenteugel. Probeer niet te veel, hè? Alleen maar met die binnenteugel contact te hebben. Kijk. Kijk, iets actiever. Kom. Zo, ja, dit is genoeg. Als jij voelt dat ze langzamer gaat lopen, Tessa, hè, dan maak je er iets sneller, maak je er iets actiever. En als je voelt dat ze te hard gaat, dan hou je ze iets tegen. Eigenlijk zo simpel. Maar dit is een mooi tempo wat je nou hebt. Probeer weer contact te houden met beide teugels. Goed zo. Als jij voelt, hè, dat ze een beetje met haar hoofd gaat wiebelen, dan moet je dat eigenlijk beantwoorden met jouw been. Ja? Dus als zij gaat wiebelen aan de voorkant, druk jij je kuit aan en maak je er iets sneller. Waarom? Dan gaat het motortje achter jou aan de gang. Dan pakt hij het bit vast, hè, of dan neemt hij het bit aan. En dan krijg je weer die verbinding waar we het net over hadden. Dit is al beter, Tessa. Voelt het heel raar voor jou? Beetje? Kom eens even hier. Daarom moet je dat echt zien als elastieken. Jouw armen zijn elastieken. He, maar elastieken, daar kun je eigenlijk ook niet. Je moet eigenlijk zo zien dat heel die teugel een elastiek is. Ja. Met een elastiek kun je ook niet trekken. Ja, kun je wel trekken, maar niet echt. Want als je dan trekt, dan... Maar door een elastiek heb je wel altijd... Kijk, als ik, noem eens iets, ergens een elastiek tussen mijn handen heb, ja, dan kan ik ze zo uitrekken. En dan kan het zo... Ik kan het wel horen trouwens. Ha. Kijk, zo heb ik verbinding, maar zo heb ik ook verbinding. Snap je? Ik heb altijd verbinding, alleen zo is de druk iets groter en zo is die druk minder. Ik heb altijd verbinding. Dus alleen dat moeten jouw armen doen. Snap je? Ja. Als jij naar beneden kijkt, dan zie je die schouders bewegen. Dit hier. Heb je daar ooit van gehoord? Wat nou... Ja, ik heb het ook een paar keer uitgelegd gekregen. Ik heb het ook echt een tijdje geprobeerd en denk ik het steeds weer fout. En als ik het goed heb, is het gewoon puur geluk. Maar het is... Welke schouder moet verder naar voren? De schouder aan de buitenkant. Nee. Verkeerd. De binnenkant? Ja, dan wel. Je hebt niet heel veel opties, hè? Als... ik galoppeer nou, hè? Welke kant... Ik ben een paard, hè? Welke kant moet ik nou op? Ja, kom op. Ja, kom op. Serieus doen. Welke kant moet ik op, hè? Goed. Welk been is dan verder naar voren? Dus, welke kant? Is dat de binnen- of de buitenkant? Dus, welke schouder moet dan verder naar voren? Nou, zie je wel dat je het weet? Het is logisch nadenken, toch? Schalopperen eens aan.
Wat jij wil. Rechts. We hebben rechts nog niet gehad. Allemaal een keer rechtsom galopperen. Nou, kijk je naar beneden, naar die schouders. Zitten. Welk is verder naar voren? Ja. Heel goed. Maar je kan het nu ook voelen, want voel je nou hoe makkelijk dat je door de wending gaat? Kijk eens hoe makkelijk dat je daar door die wending gaat. Door die hoek heen. Als je een volte rijdt. Ga je weer draven. Kijk eens, meteen kijken als je begint. Welk is verder naar voren? Ja, galoppeer maar eens door. Galoppeer nou eens een volte. Galoppeer door. Voelt hij net zo makkelijk op die volte als net? Nou, dan voel je toch een verschil. Heel goed. Want zat je nou in een goede galop of niet? Want welke schouder was verder naar voren? Ja, is dat de binnen- of de buitenschouder? Ja, en welke schouder moet naar voren? Goed zo. En nou? Ja. Praat maar over binnen en buiten. Want op de andere hand is het anders, hè? Binnenschouder is veel verder naar voren. Voel je de verschil in die voltes? Zie je wel dat je het kan? Ja, super. En weer draven en even stappen. Dan ga je nou elke dag thuis, ga je zo 10 keer aangalopperen. Op allebei de kanten. Dan ga je kijken of je in een goede galop zit. En dat kan jullie mam ook zien. En die zegt dan wel of je gelijk hebt. En als je dat een week lang doet, dan voel je en zie je het verschil. Ja? Dan gaan we hier dadelijk eens mooi over die 2 balkjes galopperen. Heel simpel. En ik wil, als je aangalopeert, dat je kijkt of je in de goede galop zit. En je komt pas naar de balkjes als je in de goede galop zit. We beginnen linksom. We hebben net rechtsom gehad. Ja, heel goed. Doe je binnenhand maar iets van de hals af als je stuurt. Probeer niet te veel naar buiten te sturen. Probeer dat met je binnenbeen te doen. Heel goed, Tessa. Probeer hem in het midden te houden, Tessa. En met je binnenbeen. Binnenbeen. Goed. Heb je gedaan? Zit je goed? Goed zo. Zie je wel? Ik weet het niet. Ik voel dat niet en ik zie dat niet. Rustig. Dus in het midden, Tessa. In het midden. In het midden rijden. Goed. En kijk nou eens naar je galop. Goed zo, goed gezien. Ja. Mooi recht in het midden houden, hand stil. Denk aan het verbinding houden met je hand. Goed. Kijk naar je galop. Ja, inderdaad, nee. Kijken naar die galop. Eerst een volte rijden. Binnenteugel van de hals en binnenbeen aandrukken. Doe je binnenteugel eens van de hals. Contact houden, licht contact houden met de buitenteugel. Goed zo, kijk waar je heen gaat. Binnenbeen op de singel, niet naar achteren. Op de singel, been voorin houden. Kom maar naar de balkjes. Dus druk hem maar met je binnenbeen iets naar buiten toe. Goed zo meid, heel goed. Rustig opvangen, rustig, rustig. Goed, dan kijk je naar het kruisje. Dan ga je niks veranderen, niet sneller, niet langzamer. Oh. Goed. Je moest een beetje kijken. Hé, hey, een changement erachteraan. Voelde je dat? Nee. Weet je wel wat het is? Nee, maar dat maakt niet uit. Dat is alleen maar fijn. Want dan doet jouw pony, die doet het dan uit zichzelf. Dus, hè, voor een springpony is dat heel fijn als ze uit zichzelf kunnen wisselen. Tessa, let erop dat je binnenteugel, vooral linksom, binnenteugel iets van de hals af doet. Binnenbeen, hakken laag. Druk op de beugel houden. Goed zo, meid. Kijk, krijg je pony iets rechter, hè? Nou ook weer, druk je binnenbeen aan. Druk je binnenbeen aan. En na elke hindernis kijk je even naar de galop. Druk je binnenbeen aan. Oei. Kijk naar je galop. En? Kijk dan.
Oh, dat geeft niks. Laat hem maar even kijken. Galoppeer je weer opnieuw aan. En nou doe je even iets meer. Eerst naar de galop kijken. Ah. Kijk eens naar de galop. Ja. Ja. Heel goed. Kijk naar de galop. Neem de ruimte. Rij maar volte. Volte rijden, volte rijden. Galopperen. Kijk naar de galop. Neem de ruimte, hè? Niet binnen doorkomen. Galoppeer maar door. Kijk naar de galop, is die goed? Ja, heel goed. En dan spring je dat lijntje. Rij er naartoe, hè, om er overheen te springen, hè? Goed zo. Prima, heel goed. Tessa, voor jou vind ik nu het allerbelangrijkste dat je die galop onder de knie krijgt. Ja. Ja? Dus je springt een hindernis, je kijkt of je in een goede galop zit. Als, als je het niet meteen ziet en die hindernis komt te snel, rij je een volte. Ik vind het nou voor jou gewoon belangrijk dat je leert te zien en te voelen waar de goede galop is. Ja? Even kijken. Zo, het is inmiddels alweer heel donker. Ik heb net een springkliniek gehad. Het ging supergoed. Ik heb nu geleerd hoe ik moet... Nee, hoe ik de... Hoe heet dat nou? Goede galop. Hoe ik de goede galop kan zien. En ik heb weer wat gesprongen. Op vreemd terrein voor de eerste keer. Ah, ik heb wel een keer eerder gesprongen. Ja, op vreemd terrein? Ja, ik heb met Blondie heb ik drafbalkjes gedaan. Waar? Bij de Arkenhoeve. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nou ja, wij gaan even een kopje thee drinken, want ik heb hele koude handen.